Politie en parket doen vanavond via ons programma een opmerkelijke oproep naar slachtoffers van een serieverkrachter die in heel Vlaanderen actief was. Hij sprak met vrouwen af via datingsites, op parkings of bij hen thuis. Hij verdoofde zijn slachtoffers en beroofde hen. In sommige gevallen heeft hij de vrouwen ook verkracht. De man zit al sinds september vorig jaar in voorhechtenis. Hem zoeken we niet, wel zijn slachtoffers. 19 van hen zijn al gekend, maar het gerecht vermoedt dat het er veel meer zijn, omdat de man al sinds 2012 actief is op datingsites. We vragen dan ook vrouwen die deze man of zijn werkwijze herkennen om zich te melden. September 2016. Een vrouw van 44 wacht op de carpoolparking in Halen in Limburg op haar date. Ze heeft een man leren kennen via een datingsite en het is de eerste keer dat ze afspreken. Ze zullen iets gaan drinken vanavond. Ik was een paar minuten na 10 op de parking en ik heb dan eerst ook een sms gestuurd voor zeker te zijn dat hij wel kwam, dat ik daar niet bleef wachten voor niks. En dan heeft hij teruggestuurd van ik ben er bijna. En dan is hij de parking opgekomen, heeft hij een plaats of 3 denk ik naast mij, evenwijdig met mij geparkeerd. Hij is eruit gekomen, direct naar mijn auto gekomen, op de venster getikt. Hij leek op die foto, ja, mager en donker van haar. Hij wou me een kus geven, dus ik heb gewoon mijn kaak opzij geduwd en hij heeft op mijn kaak gegeven. Eigenlijk allemaal heel vlot, geen problemen. En dan deed dus een flesje fruitsap bij. En ik heb altijd water in mijn auto en ik wou gewoon een slok doen van mijn flesje water. En toen zei ik, ik heb iets beters bij. Ik zei, een flesje, niet veel meer in, dus waarschijnlijk. Ik dacht, ja, die heeft daar zelf al lang gedronken. En hij zei dat dat fruitsap met gin was. Ik zeg, ja, maar dat drink ik niet, want ik drink geen alcohol. En zeker niet als ik met een auto moet rijden. Dan zei hij, er is toch niet veel meer in van dat beetje, kan je kwaad, proef dat maar eens. Ik heb daar 1 slok van gedaan, want hij vroeg wel van, drink nog maar eens. En ik zei, nee. En van een moment op de andere weet ik niks meer. Wat er daarna is gebeurd, is onduidelijk. Het kan zijn dat de man met Christel van de parking is gereden, maar ze herinnert zich niets meer. Wat ze wel weet, is dat ze uren later alleen in de wagen zit. Ze is helemaal versuft en ze is bestolen. Ik kwam naar huis rijden en ik vond mijn sleutel van een auto. Ik vond mijn handtas niet. Ik vond mijn gsm. Ik vond niks meer. En ja, op de parking rondgekeken en dan zag ik vooraan op de parking een jongere staan. Ik zeg, ik ga naar daar vragen voor hulp. En ja, ik stapte uit mijn auto en ik sloeg precies door mijn benen. Ik kon bijna niet recht staan. En blijkbaar hebben die dan toen de politie gebeld. Ik ben meegegaan naar het politiekantoor. Ze vroegen wat er gebeurd was. Dus ik heb in kort hun verteld van dat ik een date had op die parking. En als ik wakker was, dus dat alles weg was. En dat ik niet naar huis kon omdat ik geen sleutel meer had. Daar hebben ze mij toch wel gevraagd, heb je nog iets of zit je nog iets anders kwijt? En heel onverwachts, ik weet niet hoe het komt, heb ik beginnen te tasten aan mijn kleren al. En toen voelde ik dat ik mijn slip kwijt was. Uit het medisch onderzoek blijkt dat Christel ook werd verkracht. Ze dronk een gevaarlijke mix van vloeibare ecstasy, alcohol en een hoge dosis van een verdovingsmiddel. Daardoor had ze 2 dagen nodig om weer bij positieve te komen. En herinnert ze zich niets meer van de verkrachting. De politie start meteen een onderzoek om de dader te vinden. Het eerste aanknopingspunt is het gsm-nummer dat Christel van hem heeft. Al snel blijkt dat nummer ook gebruikt te zijn bij 3 andere zedenfeiten. We hebben eigenlijk al heel snel de zaak in verband kunnen brengen met nog 3 andere zaken, waarvan 2 in Limburg, 1 in West-Vlaanderen. En op basis van heel dat telefonieonderzoek hebben wij de verdachte kunnen identificeren. We wisten wie de man was en we hebben hem dan op 27 september ook kunnen arresteren. Intussen blijkt dat de man een hele reeks feiten heeft gepleegd. In de periode voor zijn arrestatie sprak hij wellicht wekelijks met iemand af en dat overal in Vlaanderen.
Een dag voor hij kon worden opgepakt, maakte hij nog een slachtoffer aan de kust. Hij verdoofde en verkrachtte de vrouw en liet haar zonder gsm of portefeuille achter met haar gezicht in het zand. Hoeveel slachtoffers heeft u tot nu toe kunnen identificeren? Wel, op dit moment zijn er 19 slachtoffers geïdentificeerd. 7 daarvan zitten officieel in het gerechtelijk onderzoek en 12 feiten die wij op dit moment nog volop aan het onderzoeken zijn. Mogelijk is dit nog maar het topje van de ijsberg. Inderdaad, we vrezen dat er nog veel meer slachtoffers zijn, want we hebben het gsm-nummer van de verdachte onderzocht. En daaruit blijkt dat hij in een periode van ongeveer 11 maanden contact heeft gehad met 230 verschillende gsm-nummers. En dat zijn dan voor ons eigenlijk 230 potentiële slachtoffers die met de verdachte in aanraking gekomen zijn. De meeste vrouwen leerden de man kennen via een datingsite, waarop hij altijd een vals profiel gebruikte. Na de feiten deden de vrouwen vaak geen aangifte, uit schaamte of omdat ze zich niets meer herinneren. Maar nu de politie hen één voor één contacteert, komen allerlei misdrijven aan het licht. We hebben zaken van oplichting. Er was bijvoorbeeld een slachtoffer dat haar internetverbinding heeft laten maken door de verdachte, moest daarna enkele documenten ondertekenen en bleek dan voor een paar duizend euro opgelicht te zijn. Nu, in andere zaken heeft hij bijvoorbeeld bankkaarten gestolen van slachtoffers, waarmee hij dan grote sommen geld naar zijn eigen rekening overschreef. En hoe gedroeg hij zich ten opzichte van zijn slachtoffers? Wel, hij ging telkens eigenlijk hun vertrouwen winnen, ook wat niet onbelangrijk is, door middel van chatsessies, door middel van sms'en, was hij eigenlijk heel lief, heel vriendelijk. Hij speelde in op de nood aan affectie van de vrouwen om op die manier eigenlijk hun vertrouwen te winnen en dan een afspraakje te regelen. Wellicht zijn er nog veel meer mogelijke slachtoffers dan de 230 die uit de telefoniegegevens komen. Want die gaan maar terug tot oktober 2015. Het eerste profiel van de man op de datingsite toe dateert van 2012. En hij zat ook op andere sites. Hij is dus wellicht al jaren bezig met mensen die hem vertrouwen of een relatie met hem zien zitten, op te lichten en te bestelen. De verkrachtingen zouden begonnen zijn in 2016. We hebben moeten vaststellen dat in een latere periode, dan spreken we over de periode april 2016 tot en met september, dat hij steeds driester te werk ging. Dus waar het aanvankelijk enkel afspreken was, seksuele betrekkingen met de vrouwen en hun beroofde van hun voorwerpen, moeten we inderdaad vaststellen dat naarmate dat de tijd vorderde, hij eigenlijk zonder schroom ook inderdaad die vrouwen ging verdoven. Een drug, GHB, ook wel vloeibare ecstasy genoemd, zat in dat drankje. Dat is in combinatie met alcohol, in combinatie nog met een slaapmiddel, kan dat dodelijk zijn. Om die reden onderzoekt de politie ook alle verdachte overlijdens in diezelfde periode van april 16 tot september 16 van over het hele land om te kijken of dat daar mogelijke slachtoffers tussen kunnen zijn. Ook Christel leerde de man in die periode kennen in juni 2016. In het begin was hij heel aangenaam, vertelt ze. Hij is gewoon beginnen chatten, heel vriendelijk en voorgesteld. En ja, ik ben heel vriendelijk daarop ingegaan en ook gevraagd wat hij op toe zocht en zo. En hij was single, hij had geen kinderen, hij was ook al lang alleen, hij had ook een serieuze relatie. Dus eigenlijk alles waar ik naar op zoek was. Ja, zo is de bal aan het rollen geraakt en dagenlang gesprekken gehad. En niks op aan te merken. Ik wil toch wel even meegeven dat dat officiële en zeer goede datingsites zijn. Bijvoorbeeld Too. Hij had ook een profiel op Badoo. Maar hij misbruikte eigenlijk deze websites door er valse profielen aan te maken. Dus hij gaf zich bijvoorbeeld uit onder verschillende namen. Raf, Rafke, Rafael en nog andere verschillende afleidingen daarvan. Plus zijn achternaam die hij af en toe meegaf was Bastiaans. Ook niet onbelangrijk, maar hij wisselde soms wel eens. Zowel van voornaam als van achternaam. Beroepsmatig zei hij telkens dat hij een IT-architect was, een technieker van Telenet, maar ook een architect is wel eens gebruikt geweest. Nu, hij gaf ook telkens aan dat hij van Italiaanse afkomst was, maar uiteraard was al deze informatie vals. Ook de foto die hij gebruikte op het profiel was eigenlijk van een onschuldige man die totaal niets met de zaak te maken heeft. De verdachte heeft zijn foto ergens van het internet geplukt en gebruikt op verschillende van zijn valse profielen op de datingwebsites. Ja. We zien ook een afbeelding van een wit voertuig. Waarom is dit belangrijk? Wel, de man verplaatste zich met een wit voertuig. Hij zei daarvan tegen de slachtoffers dat een witte Ford Focus was. De slachtoffers die met hem hebben afgesproken op een parking gaan misschien mogelijk wel de wagen herkennen.
Maar het is geen Ford Focus. Nee, inderdaad. Het is een auto van een ander merk. Maar dat was eigenlijk een manier van hem om zijn slachtoffers te misleiden. Wanneer de slachtoffers dan later aangifte gingen doen, zouden zij waarschijnlijk ook zeggen dat het om een Ford Focus gaat, om eigenlijk de kans te verkleinen dat de politie hem zou vinden. Christel hoorde niets meer van hem sinds de dag dat hij haar beroofde, verdoofde en verkrachtte. Ze stuurde zelf nog één bericht de ochtend nadien. Ik heb 's morgens blijkbaar, als ik thuis was, direct op de huiscomputer, een bericht gestuurd op toe naar hem van: wat heb je met mij gedaan? Ik wil alles terug wat je meegenomen hebt. En iets daarna heeft hij mij geblokkeerd, kon ik op zijn profiel niet meer op. Ook een ander slachtoffer leerde de man in diezelfde periode kennen. In juni 2016 begon ze te chatten met de zogenaamde Raffaello. Hij was een medewerker van Telenet. En omdat ik nog niet zo lang klant was eigenlijk bij Telenet, was dat ook een van onze conversaties in het begin. En dat was ook een van zo'n voorstel van: ah, als ik dan toch bij je thuis ben, dan zal ik eens een keer kijken of dat alles wel goed is aangesloten. De conversatie verloopt heel gewoon en respectvol, zegt Eline. Ze wisselen gsm-nummers uit. Hij heeft wel vrij direct aangestuurd op dat we elkaar zouden ontmoeten. En dan wel altijd op een parking. Dat heb ik altijd afgewimpeld. Maar omdat ik 2 kinderen heb, kon ik dan niet ergens anders laten doorgaan. En heb ik dan maar voorgesteld, omdat hij dat dan ook voorstelde, van bij mij thuis. Elke keer dat we tot een afspraak zouden komen, heeft hij elke keer voorgesteld om iets mee te brengen van drank. Een fles wijn of ik geloof zelfs dat hij op een zeker moment voorgesteld van limoncello, dacht ik. Maar ik heb dat elke keer weggewimpeld en gezegd van nee, dat moet niet. Mensen die bij mij thuis komen, die bied ik wel iets te drinken aan. In augustus, enkele weken later, spreekt Eline af met de man bij haar thuis. Op het moment dat hij dan de trap opkwam, zag ik dat hij eigenlijk niet leek op zijn profielfoto. Daar heb ik hem over aangesproken van: amai, jij lijkt echt wel niet op uw foto. En hij heeft dat eigenlijk weggewimpeld van: ja, wie lijkt daar wel op? Ja, heb ik hem toch binnengelaten. Ik denk van: oh, kom, zullen we het maar laten doorgaan? Eline schenkt 2 glazen witte wijn uit, want ze staat er ook om zelf iets aan te bieden. En ja, die conversatie die liep eigenlijk niet goed. Ik merkte direct dat hij eigenlijk niet lief was en ook niet overeenkwam eigenlijk met het profiel dat hij tevoren had aangegeven. En dus hem eigenlijk onpasselijk beginnen te doen, zo wat te strelen. Waarop ik dan heb gezegd van dat ik dat niet wou. Met de onderkant van zijn arm heeft hij mij op de zetel geduwd, tegen mijn keel in. En heeft hij mij gekracht. Ik heb niet geroepen omdat mijn 2 kinderen in de kamer ernaast sliepen. En ik had angst wat hij zou doen met mijn 2 dochters. Hij heeft eigenlijk nog rustig zijn glas opgedronken. Maar ik heb hem wel buiten gezet. Ik heb hem echt gezegd van: je gaat nu. Ik wil dat je nu gaat. En dan heeft hij in één slok doorgedronken en is hem weggegaan. Ik vond het verschrikkelijk stom van mezelf. Want ja, je hoort zulke dingen en mensen zeggen dat wel van: je mocht niemand niet binnenlaten. Alleen een vreemde man die je niet kent, maar komt dan eerlijk in zo'n situatie en het overkomt u. Eline deed pas onlangs aangifte, nadat de politie haar enkele weken geleden zelf contacteerde. Ik zit in een scheiding en ja, ik heb gewoon heel veel angst als dit zou uitkomen, dat ik mijn kinderen zou kwijt zijn. Maar dan krijgt hij een telefoon: mevrouw, jij staat ook in die lijst en wat heb jij daarmee meegemaakt? En op die moment, ja, dan is het eigenlijk bij mij te goed doorgedrongen van: shit, wat is hier gebeurd? De verdachte zit sinds zijn arrestatie op 27 september in voorhechtenis. Hij ontkent een deel van de feiten.
De verkrachtingen worden ontkend, maar de diefstallen die geeft hij wel mondjesmaat toe. Betrokkenen geeft een heel gelaten indruk, is niet geïnteresseerd. Maar aan de andere kant merken we wel dat hij graag de touwtjes zelf in handen neemt. Hij geeft ook te kennen dat dat de feiten een lachertje zijn wat hem betreft. Maar in ieder geval een onrespectvolle houding naar de slachtoffers toe, dat kunnen we wel concluderen. Ja. Wat voor een leven leidde die man? Was dat opvallend als we kijken naar de feiten? Nee, in totaal niet. Er waren absoluut geen indicaties dat deze man tot dergelijke feiten in staat was. Hij leidde een perfect normaal leven, had werk. Ook in zijn familiale context leidde hij een heel gewoon leven. Niemand had het eigenlijk verwacht. Een werkelijke wolf in schaapsvacht. Het gerecht wil nu zoveel mogelijk slachtoffers bereiken om een vollediger beeld van het doen en laten van de verdachte te kunnen krijgen. Vrouwen die contact met deze man hebben gehad eigenlijk sinds 2012 tot september 2016, vragen we eigenlijk om contact op te nemen met de politie, omdat zij mogelijk ook het slachtoffer zijn geweest van diefstallen en of brutale verkrachtingen door hem. Wij hopen dat mensen op basis van deze informatie zich inderdaad misschien gaan herinneren dat ze contact hebben gehad met de verdachte, dat ze ofwel gechat hebben met de man of zelfs misschien afgesproken of slachtoffer geworden zijn van een van deze feiten. Dan willen wij toch absoluut wel vragen dat zij zich melden bij de politie. Wij begrijpen zeker wanneer er zedenfeiten in het spel zijn dat dat niet evident is, maar uiteraard gaan wij wel de volledige discretie garanderen. Waarschijnlijk gaat er heel veel zijn zoals ik in het begin dacht, van er is niks gebeurd. Ik voelde niks, ik merkte niks. Hadden ze op politiekantoor niet gezegd wat er had kunnen gebeurd zijn, had ik er ook niet bij stilgestaan. Ja, ik was alles kwijt, mijn handtas, mijn gsm, mijn portefeuille. Ik dacht echt dat het daarom te doen was. En waarschijnlijk kan er zo ook heel veel vrouwen zijn die verdoofd zijn, alles kwijt en niks gevoeld of niks beseft hebben, die nu misschien met het verhaal te horen denken van oh, dat kan misschien bij mij ook gebeurd zijn. Ja, ik kan me goed voorstellen dat er nog vrouwen zijn. Kan iedereen overkomen. Ik had ook vroeger echt het gedachte van als zulke dingen gebeuren, oké, dat ligt dan misschien wel aan die vrouwen, maar het is gewoon een perverse gek die gestopt moet worden. Politie en parket vragen alle mensen die de man zelf of zijn werkwijze met zijn vals profiel op datingsites herkennen om zich te melden. Dat kan in alle discretie. De verdachte heeft kort zwart haar en opvallend ingevallen kaken. Hij heeft een Zuiders uiterlijk en is Nederlandstalig. Hij is 1,78 meter lang en slank gebouwd. De man gaf zich meestal uit als een veertiger, maar in werkelijkheid is hij jonger. Meldingen zijn welkom op het gratis nummer van de politie 0800 30 300 of via mail.